deze nieuwsuitzending. Die gaat weer eens fijn over de paus. De aanleiding is dat ik van Jurk Gliesman, die zie je nu in beeld, hè? Zijn Skype. De Skype tussen hem en mij. En hij heeft een nieuwe video weer eens geüpload. Die man heeft een hoge productiviteit. Bijna elke dag iets nieuws. En dan kwam hij dus hier en dan zegt hij hier, dat is van Jurk. Dat heb ik vandaag ontvangen, 10 minuten geleden. Ik lees even voor. Heb ik juist in mijn nieuwste video als commentaar ontvangen. Misschien wil jij er iets mee doen of met mij samen. En dan staat die link eronder. Die ga ik zo dadelijk aanklikken. Dan heb ik geantwoord, liefst met jou samen. Noem een tijdstip, ik zie er naar uit. Nou, daar zegt Jurk dat het een beetje moeilijk wordt, want hij doet op dit moment al zoveel lezingen. Hij is nu bezig met Romeinen 1. Dat moet interessant zijn, dat kan bijna niet anders. Maar volgende week op een avond zal moeten lukken. Nou, ik heb gezegd, het is allemaal best, ik wacht wel af. Maar... Oh, Jurk, laten we nu weten welke avond. Nou, ja, goed, ik voel me bijna schuldig. Ja. Ik zal even terugtypen, komt goed. Nou, nu even naar de link toe. Dus leuk, want ik doe nu eventjes voor jullie. Ik ben dus begonnen om 4:15. Zelf goed onthouden, dat we niet te lang maken. Ik ga hem eventjes als eerste doen vanuit mijn eigen. En wat staat hier nou? Wat is het trouwens voor een website? De Roerom. Nieuws, service en communicatie voor mensen betrokken bij kerk en samenleving. Nou, ik vind een kerk helemaal niet belangrijk. Dan weet je gelijk hoe ik erover denk. Kijk, als mensen samen willen komen, ja, dat mag van mij. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Maar kerk en samenleving, daar betrokken bij zijn? Waarom? Stel je maar gewoon een vraag. Maar die mafketels. Nou, ik ga het nu voorlezen. Hoor. En gelijk op reageren. Gewoon per ding. Het staat in het Nederlands. Ik moet er even mijn leesbril pakken. Maak je geen zorgen. Al mijn aanstekers zijn kapot. Maar ik ben overgeschakeld op Lucifer. Dus ik ben eigenlijk Luciferianist geworden. Die aanstekers, altijd geklik. Het werd een Lucifer, dat kan je horen. De morgenster. Nee, ik ben niet dronken, ik ben niet stoned. Ik maak een grapje. Ja. Maar de paus, die maakt ook een grapje, hoor. Dit bericht is verschenen op 20 juni 2018 en het is nu 23 juni. Dus, oh. We zitten ze op de hielen. Nou, ga ik voorlezen. Paus op ecumenische pelgrimstocht in Genève. Ik snap niet waarom er tussen aanhalingstekens staat. Het is een kwestie van taalgebruik. Paus Franciscus, dat is Franciscus de Eerste, dus maak je klaar voor Franciscus de Tweede. Dat kan net zo'n zijn, hè? Paus Franciscus gaat vandaag 21 juni op bezoek in Zwitserland. Nou, daar heb ik gelijk al een vraag bij, want het is gepubliceerd op 20 juni. Dus vandaag is dan 20 juni, lijkt mij. Of nee, hij moet zeggen, Paus Franciscus gaat morgen 21 juni op bezoek in Zwitserland. In Genève. Greg Burke, directeur van de Vaticaanse persdienst en pauselijke woordvoerder, noemt het,
en daar hadden dubbele quotes moeten staan. Want dit is een letterlijk citaat, mag ik aannemen. Een ecumenische pelgrimstocht. Terecht, want het hele eendagsprogramma staat in het teken van de ecumene. Ik lees maar even door, anders schiet het niet op. En ik wil ook alleen maar een beetje overheen schaatsen. En dan, als ik dan Jurk ga spreken volgende week, dan mag hij aan de gang. Maar nu mag ik. Het is mijn eigen Mac, het is mijn eigen internetverbinding. Ik doe lekker waar ik zelf zin in heb. Van onze correspondent Rome, Frans Wijnands. Dat Franciscus, dat is Jorge Mario Bergoglio, die er met zijn neus op hebt toegekeken, hoe 105 van zijn eigen medewerkers van zijn eigen organisatie, die zijn niet meer levend onder ons, hè? Nee. Kijk, als we ecumenen willen doen, dan moeten we allemaal gezellig meedoen. En als je dan een katholieke priester hebt en die werkt in de Sloppenwijk, ja, wij houden niet van arme mensen. En die moesten ermee ophouden, die priesters. En dat deden ze niet. En hebben wij ze afgevoerd. En wat hebben ze gedaan met die 5 nonnen, by the way? Het waren 100 mannen en 5 vrouwen. Allemaal dood. Ja. En in die familie Sorrietta, waar Maxima van is. Weet het nou, Maxima? Ik wil helemaal geen Spaans leren. Nee, dat is fijn. Dat Franciscus de Wereldraad van Kerken bezoekt aan de vooravond van de 70ste verjaardag van deze ecumenische organisatie is veelzeggend. Nou, waarom 70? Dat heeft denk ik te maken met het Tweede Vaticaanse Concilie, waarin de paus heeft gezegd van beste mensen, wij hebben in 1540 duidelijk gemaakt aan jullie, er is geen salvation, heet dat, redding, anders dan via onze kant. Dus mensen die zelfstandig, net als Perry Winkel, die kopen een Koning Jacobus Bijbel uit 1611. En die gaan praten met een vriend in mijn geval in Leuven. En dan staan we stil bij de schoonheid van de schrift. Ja, daar heeft de paus een broertje dood aan. Want daar verdient hij geen cent aan. Ik wou eigenlijk een vies woord gebruiken. Nee, het moet onder een wereldraad van kerken. Ja, 70 jaar geleden, dat is toch ongeveer, we zitten nu 2018 met 70, laat ik voor alle zekerheid maar uitrekenen. Want ik heb wel eens gemerkt, dan zit ik uit mijn hoofd te rekenen en dan maak je toch weer een foutje. 2018 leven we nou. En dan min 70. En dat is 1948. Dat kan. Ja. Ik zat te denken aan het Tweede Vaticaans Concilie. Maar... Een bewijs van zijn oprechte betrokkenheid bij het zoeken naar samenwerking. Ik wil helemaal niet samenwerken met Jorge Mario Bergoglio, die 105 van zijn eigen medewerkers heeft laten martelen en toen laten doden. Ja, want Christus Jezus heeft gezegd, ik ben de moordenaar, de verkrachter en de leugen. Nee, dat zei Christus niet. Die zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat die Jorge Mario Bergoglio er tandenknarsend op toe zat te zien, dat er medewerkers van hem waren en die bleven maar de evangelie, zeg maar. Ja, die hadden niet alleen de gelofte van armoede afgelegd. Nee, ben jij maf? Die woonden in de Sloppenwijken. Ja, maar dan hadden ze wel een hemelbed en een matrisse en elke dag een nieuwe fles whisky. Nee, helemaal niet waar. Dat is gewoon een leugen, man. En dan moet je mee ophouden met liegen. Dat moet Jorge Mario Bergoglio ook doen. Die moet eerlijk zeggen,
Van, nou, bedankt voor al die bloemen met Urbi et Orbi. Maar ik wil wel even zeggen, ik heb er gewoon op toegezien dat 105 mensen, waaronder vrouwen, die zijn vroegtijdig aan het einde gekomen. Maar dat moest wel vanwege de samenwerking. Ik wil niet samenwerken met dat soort mensen. Franciscus houdt van interconfessionele ontmoetingen. Nou, daar word ik even maf van hoor. Wat de F is interconfessioneel? Ja, zo. Interconfessioneel. Oh, wat is dit? Interconfessioneel onderwijs. Onderwijs dat gebaseerd is op verschillende geloofsovertuigingen. Interconfessionele scholen zijn meestal ontstaan uit fusie van een protestantse en een katholieke school. Onderwijs dat gebaseerd is op verschillende meningen. En interconfessionele scholen zijn meestal ontstaan uit de fusie van slachtoffers en daders. Ja, want kijk, wij zijn dus afgeslacht, wij de protestanten, door die katholieken. Maar daar willen wij niet moeilijk over doen. Ja, dat is allemaal vergeven. En ja, weliswaar zegt Jorge Mario Bergoglio geen sorry. Maar als wij nou meedoen met hem, en dan gaan we ook in de Wereldraad van Kerken zitten. En alleen maar is er redding door de daders, die 105 eigen medewerkers, dat is maar een druppeltje op een gloeiende plaat, hoor. Maar ze hebben 500 miljoen van ons afgemaakt. Ja, daar hebben weinig mensen dan over. Je hebt het echt over een dader waar je mee moet samenwerken. Nou, daar schiet mij nu een hele grappige term te binnen. Een leuke opmerking. Maar ik wil geen YouTube-ban. Dus ik hou het maar een beetje rustig. De katholieke kerk, dat is de antichrist. Sinds hij paus is, heeft hij dat meermaals laten zien. Zoals vorig jaar bij zijn bezoek in het Zwitserse Lund, om er samen met de Lutherse Wereldfederatie 500 jaar reformatie te herdenken. Hier ben ik hem toch even kwijt, hoor. We hebben die Vietnamoorlog gehad, waarbij de paus, die organisatie, het pausdom heet het ook wel, op zijn Engels de papacy, de Romeinse kerk, die hebben toch in Vietnam al die boeddhisten lopen af te slachten, of niet? En dat gaan we herdenken? De Lutherianen, die zijn te grazen genomen. Ja, die, dat is niet van Luther, maar dat is van Calvijn. En nou zeg ik niet dat al die Calvinisten nou zo aardig waren. Maar die Bartholomeusnacht. Nou kijk, ik ben paus van de Franciscuskerk. Ik ben zelf erg vredelievend. En die Bartholomeusnacht, ja, daar vroegen die Lutherianen wel een beetje om, hè. Ja, ja. Kijk, we moesten wel wat doen voor de samenwerking. En er waren een hoop doden. Dat snap ik wel, Perry. Ik begrijp wel dat je dat veel vindt. Zo ongeveer de bevolking van Arnhem in één keer weg. Dan moet je ook weer rekening mee houden dat wij zoeken de samenwerking en de ecumene. Ze hebben Luther geëxcommuniceerd. Maarten Luther. En waarom? Omdat Maarten Luther had gezegd van ja, dat hele gedoe met aflaten, waar staat dat in de Bijbel? Want dat is het probleem met die katholieken. Ja? Die hebben wel een Bijbel, maar ze lezen hem niet. Laat staan dat ze zich eraan houden. Niet de eerste, is de volgende alinea. Twee van zijn voorgangers waren ook al eens te gast bij de Wereldraad. Dat is de Wereldraad van Kerken. Snap ik ook niet. Hè? Waar heb ik een Wereldraad van Kerken voor nodig?
Ik heb hier een Koning Jacobus Bijbel. Ik heb een NBG. Ik heb mijn Koning Jacobus Bijbel online ook nog een keer. Dat is heel handig. Ik kan je search doen en dan doe je... In mijn analoge Bijbel is dat wat moeilijker, maar die leest weer handiger. En alles wat Christus heeft gezegd, dat staat netjes in het rood. Dat is ook bij de online versie, maar dat kan je wat minder goed zien. Zo'n boekje is toch wel handig. Nou, ik lees mijn Bijbel, iemand anders leest zijn Bijbel. En het is leuk om dan tegen elkaar te zeggen van... Hey, heb jij laatst nog Romeinen gelezen? Dat die ander zegt, nee, ik ben bezig met Numeri. Dan zeg je, oh, nou, ik ben Romeinen aan het lezen. En Romeinen 6 vind ik wel, ja, dat spreekt mij aan. Daar heb je toch geen wereldraad voor nodig? Dan kan je net zo beginnen met een wereldraad voor mensen die ervoor zorgen dat mensen leren lezen. En een Bijbel, dat kost je €7,95 als je het echte boek wil hebben. En als je dat geld niet hebt, ja, kingjamesbibleonline.org. Ja, maar dat leest niet zo lekker. Ja, dan schaf je een printer aan. En dan print je het uit. Ja, maar dan kan ik er net zo goed zelf eentje kopen voor €7,95. Dat is het goedkoper. Ja, dan doe je dat. Of je vraagt het voor je verjaardag. Nou, gaan we voorlezen. Twee van zijn voorgangers waren ook al eens te gast bij de Wereldraad. Paus Paulus VI in 1969. Dat moet zijn na het Tweede Vaticaans Concilie. En Johannes Paulus II... in 1984. Je hebt ook Johannes Paulus I gehad, maar die is gechopt. Net als die 105 medewerkers van Jorge Mario Bergoglio. Alleen die 105 medewerkers die de dood hebben gevonden. Maar vooral die nonnen, ik betwijfel in hoge mate of die wel als maagd zijn gestorven. En dan vermoorden we ook een paus. Ja, als je horror wil, dan moet je naar de katholieke kerk gaan, man. Stelletje, nou, dan wou ik weer een vies woord zeggen en dat zeg ik dan niet. Paus Benedictus de 16e, en dat was Ratzinger. Die heeft de wereldraad nooit bezocht. Ja, nou en? Wat maakt mij dat uit? Wat heeft die man dat te zoeken? Je gaat mij niet vertellen dat een paus ook maar... een stuk van de Bijbel begrijpt. Die paus die we nu hebben, die heeft zoiets van... Ja, kijk, als de ene man graag zijn penis stopt in de anus van een andere man... of ja, je bent dus atheïst... ja, die mogen erbij, hoor. Kom maar lekker bij de Wereldraad van Kerken. Dan mag jij je penis stoppen in de anus van een andere man. Ja, dat doet er allemaal niet zoveel toe. De Wereldraad van Kerken. Nee, ik heb het helemaal in de gaten. Oh, wat ben ik blij met die pauze. Ja, gelukkig zijn de pauzen sinds 1870, pin me er niet op vast. Dat is paus Pius de 9e, als ik me goed herinnerd heb. Ja, de Korsakoff die slaat bij mij ook toe natuurlijk. Ik ben bijna 60. Is die onfeilbaar? Nee, dat lijkt mij een goed idee. Ja. De houding van paus Benedictus de 16e, want er staat hier zijn houding. Ja, dat staat op paus Benedictus, Jozef Ratzinger, die Pool. Zijn houding tegenover de oecumene is misschien het beste te typeren als afwachtend. Natuurlijk werden er ook tijdens zijn pontificaat, dat is zijn pausschap, gesprekken met andere christelijke kerken gevoerd, maar dat waren vooral theologische en kerkrechtelijke discussies. Geen baanbrekende pogingen om echte stappen vooruit te zetten. Nou, waar ik een groot probleem mee heb, is het woord, of de term, andere christelijke kerken. Even beter pakken hoor, mijn muis is een beetje versleten. Daar klopt iets niet aan.
Want het pausdom is niet christelijk. Het christendom is dat je de Bijbel begrijpt. Of dat je daarmee bezig bent. En dan niet dat je net vorige minuut begrepen hebt dat Genesis 1 vers 1... dat de openingszin is van een woord van God. Dat kan niet anders. Genesis 1 vers 1 kan alleen maar luiden zoals het daar staat. In de beginnen schiep God hemel en aarde. Dat is christendom. Ja, maar Piri, Genesis 1 is geschreven door Mozes, dus dat was geen christen. Nee, hey. Niet zo moeilijk doen, man. Je hebt het oude convenant en het nieuwe convenant. Ja, en daar hou je je aan. En in het nieuwe convenant staat niet repetitief bidden. Ben jij in grote nood, ben je whatever, natuurlijk mag je bidden. Maar 30 keer achter elkaar gaan zeggen, heilige Maria, moeder van God, gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot, weet ik veel wat. Dat 30 keer achter elkaar, dat is onbijbels. En dus ben je niet christelijk. En die katholieke kerk gaat ook helemaal niet over christendom. Ik heb zo'n uitzending gemaakt over de liegende priester. En die man moet zich in allerlei bochten wringen en dan vrolijk blijven lachen met zijn goede tanden die hij heeft. Hij heeft natuurlijk een geweldige ziektekostenverzekering. Trouwens, hij leeft nog wel, ja. Dacht ik. Ja, hij leeft nog. Het zijn geen christenen. Want in de Bijbel staat, verzamel u geen schatten op deze aarde waar mot en roest, dus textiel wordt kapot gemaakt door motten en al het metaal, ja, dat gaat er roesten. Heb je ook nog dieven? Ja, een schat op deze aarde, wat heb je eraan? In de I Ching staat, en dat is pre-christelijk, hè? Dat heeft niks te maken met christendom. Maar in de I Ching, dat is dat boek uit Azië. En dat heet op zijn Nederlands het boek der veranderingen. Dus I Ching. Ja, daarin staat, zelfs de mooiste kleren worden lompen. Ja, en wat doet de katholieke kerk? Allemaal in de rondte lopen met, nou, het is maar of je dat mooi vindt, maar het is erg duur. Dat kan ik je wel vertellen. Hele dure kleren, er zitten allemaal nonnetjes, die zitten er allemaal te borduren. En de gebouwen allemaal. En dan zeggen ze ook nog, hè, die katholieken, dat kan je zien in die film In de naam van de roos. Dat is een verfilming van een boek van Umberto Eco. Dat was een Italiaan. Dat was een politieke wetenschapper, dat je het even weet. Net als Bertrand Russell. Een political scientist. En daarin komt die mooie frase dat de kerk per definitie veel geld moet hebben om tegenwicht te geven aan het kwade. Oh, dat doet me gelijk denken aan Christus, hè? Toch of nee? Christus heeft gezegd, toch of niet? Ja. Want laat de mensen tot mij komen met geld. Want dan word ik rijk en dan kan ik het kwade gaan bestreden. Ja, Christus die had een bankrekening, jongen. Wauw! Katholicisme is heidendom. Punt. En wat willen die maffe heidenen? Ja, die willen theologische en kerkrechtelijke discussies houden. Ja, wat is dat voor een onzin? Ah, in de beginnen schiep God hemel en aarde. Nou,
Die snap je of je snap je het niet. Als je het niet snapt, dus je eerst op rekenles. Of je moet eerst met je kop tegen de muur aanlopen. Dat is allemaal denkbaar. Maar die begrijp je. Ja, anders kan je gelijk die hele Bijbel dichtgooien. En gooi hem niet in de open haard, want dat is zonde van dat boek. En het is zonde als jij dat doet. Als jij je Bijbel niet begrijpt, ja, dan doe hem in je boodschappentas. En ga boodschappen doen bij de Aldi of de Lidl. Je mag, als je reclame maakt, moet je altijd meerdere firma's noemen. Dus Aldi of Lidl. Ja. Nou, dan kom je daar met je boodschappentas in die supermarkt. En met je Bijbel erin, die jij toch niet begrijpt. Want je begrijpt Genesis 1 vers 1 al niet. Ja, hou dan maar op. Ja. En dan geef je die Bijbel aan een ander. Dat is christendom. En het staat hieronder. Duitse protestanten herinneren zich maar al te goed het bezoek van Benedictus XVI aan Erfurt in 2011. In het historische Augustinerklooster, waar ook Luther rond heeft gelopen, daar had een komma moeten staan, zei de paus dat hij... En dan komt er een enkele quote, maar die snap ik niet, dat moet een dubbele quote zijn. Want dit heeft de paus letterlijk gezegd. Geen cadeau voor de eenheid van de christenen, en dan quotes later, had meegebracht. Hij strooide daarmee spijkertjes in de ecumenische feesttaart. Voor Benedictus bestond het zoeken naar eenheid vooral in het onderhandelen over theologische standpunten. Voor Franciscus betekent ecumene op de eerste plaats samen doen wat je kunt doen. Dat diakritische teken, dus een U met een accent in graaf is dat denk ik, hè? Het staat allemaal nergens op. Ter verbetering van de wereld. Van milieu tot vredesbevordering. Ja, dat moet Franciscus vooral zeggen. Wat heeft zijn organisatie ook alweer gedaan in Vietnam? Was dat vredesbevordering? Ja, want kijk, in Vietnam was het zo. Dat noorden van Vietnam, wat tegen China aan ligt, dat hadden we goed onder controle. Dus daar waren mensen atheïst of katholiek, maar die kwamen elke zondag naar de kerk. En Maria dit, Maria dat, dat ging prima. Maar in het zuiden van Vietnam, dat deden ze dat niet, hè? Ja, en dat voelen wij ons wel erg alleen als katholiek, communist, fascist. En trouwens, dode mensen, we maken het uit. Ja, dus daar hebben wij de vrede bevorderd. En dat hebben wij gedaan met napalm. Veel napalm. Maar ook agent oranje. Dat was ook een heel lekker spulletje. Dat is, als ik het wel weet, zal ik het even opzoeken? Even kijken hoe dat eruit ziet. Want ik ben geen dombo, hè? Agent Orange, wat was dat ook alweer? Even kijken hoe dat eruit ziet, hoor. Zat er chloor in? Ik denk het wel. Even kijken naar de chemische formule. Ja hoor, daar is die. Even kijken. Dit is de meest venijnige. Even, dit is een tijdje terug dat ik dit gelezen heb. Ik heb er vroeger tentamen in gedaan. Toen wist ik het uit mijn hoofd. Maar dit is hem. Dit is DDT heet dat ook wel. Het zijn twee benzeenringen. Hier heb je er een, daar heb je er een. Daar zit zuurstof tussen. Daarmee zijn ze gebonden. En aan de buitenkant vier chlooratomen. Kan ik hem even aan groot maken? Dit is Agent Orange. Of wat erop lijkt. Kan een mix zijn. Hè? Dit is ook een hele nare. Heb je twee chloormoleculen. En dan die zuurstof ertussen. Dan zit hier nog een koolstof. Daar nog een koolstof. Dan een dubbele binding naar die zuurstof. En hierboven een OH. Nee, hier word je ook blij van, hè?
Dan heb je hem ook nog met 3 chlooratomen erin. Dat heeft de paus daar laten gooien. En hoe noemt meneer de paus dat? Dat noemt hij vredesbevordering. Ja, nu mag jij het gesprek overnemen. Dan hoef ik verder niks meer te zeggen, toch? Ja, maar Perry, wist Franciscus daar wel van dat zijn organisatie zuid van Vietnam, dat al die boeddhisten die niet meededen met de katholieke, communistische, fascistische kerk, dat hij die heeft laten... Dat kon hij niet weten. Mooi zo, als je dat niet kan weten, meneer Jorge Mario Bergoglio, dan heb ik een IQ van 33. En dan wil ik ook niet dat jij naar de Wereldraad van Kerken gaat. Of je gaat er naartoe met een sticker op je voorhoofd. Maar ik ben te stom om het achtereind van een varken te kunnen voorstellen. Want ik weet niks van chemie. Nee, ben jij gek. Die Agent Orange, dat was ter vredesbevordering, want het was een herbicide en er was er heel erg veel van die groene blaadjes. Ja, die moesten eraf. Voor de vrede. Ja. En wat heeft de paus uitgevroten in Kroatië? Ja. Ja, maar dat was niet Franciscus de Eerste. Nee. Dat was Pius de XII. Of ben ik zo dom? En hij is de opvolger, Franciscus. Wat denk je dat Franciscus gaat zeggen tegen ons? Van nou, kijk, het is zo. Wij zijn van Babylon en wij houden heel erg van bezittingen. Want wij geloven dat als je veel bezittingen hebt, dat je het kwade kan bestrijden. Dus we hebben veel geld nodig. En voor zover je dat in vrijwillig geeft, dan maken we je zo bang dat je het vanzelf gaat betalen. Smeerlapperij. En gaat Franciscus dan zeggen van ja, we hebben zoveel verdiend. Nou, wat is de lijst van de mensen? En dat waren er dan 5, even kijken hoor. Hoe is dat nou? Dat was onder de miljoen. Het was iets tussen de 500.000 mensen en 1 miljoen mensen. Het precieze aantal weet hopelijk de organisatie van Jorge Mario Bergoglio. Dat ik aan hun kan vragen van wie heb je nou precies vermoord? Hablitsjo Harries. Ja, ik kan helemaal geen Serbisch, maar... Hm? Ja, maar die waren niet van de katholieke kerk. En zelf vinden we dat niet vredelievend, want je moet van de katholieke kerk zijn. En anders dan, ja, dan word je vermoord voor de vredesbevordering. Oh ja. Huh? Ik heb het net gehad over Matthäus 6. Waarin staat, gij zult niet repetitief bidden. En gij zult ook niet bidden aan plein publiek. Als jij zo nodig wil bidden, is dat jouw relatie met God. En die loopt via Christus Jezus. En bidden, dat kan je op je play doen, man. Ja, maar dat vind ik niet netjes, want dan ben je aan het bidden terwijl je aan het ontlasten bent. Nee, dat zeg ik niet. Je gaat eerst even poepen, dan maak je je play schoon. En dan ga je in het afgezonderde kamertje op je knieën. En dan zeg je iets wat je wil zeggen. 1 keer. En dan kom je naar buiten en dan zegt iedereen, hey, jij zat lang op het toilet. En dan zeg je, ja, ik had constipatie. Niemand hoeft te weten dat jij bidt, namelijk. Aan bidden heb je geen donder. Maar er staat ook nog in het tweede gebod. Het tweede gebod, dat is van Mozes. Hè? Daar zitten ze ook al zwaar in de fout. Want daar staat toch echt... Sorry dat ik echt zei, maar het tweede gebod... Geen beelden vereren. Ja, maar voor ons is dat vredesbevordering. Want we hebben een beeld en dat heet Maria. En we hebben toch ontdekt dat als iedereen Maria gaat vereren... dat het dan wel voor ons beter gaat. Dus dan mag dat. Want er staat toch ook ergens dat Christus Jezus heeft gezegd... ja, je moet gaan voor je eigen organisatie en de rest, ik kan de kloten krijgen...
maar dan op zijn Hebreeuws. Dus de klote op zijn Hebreeuws is gabakum. Nee, dat heeft Christus helemaal niet gezegd. Je bent een leugenaar. Je bent ook een leugenaar als je hier niet kritisch over bent. Er staat in de 10 geboden. Het tweede gebod is: gij zult geen beeld vereren. En het pinden er niet op vast. Maar het zoveelste gebod, dat is: gij zult niet doden. Ja, maar kijk, in Vietnam, dat was heel anders. Want wij waren bezig met het katholicistische communisme. En ja, er waren wat mensen en die zagen daar geen gat in. Dus voor de vredesbevordering hebben we al die mensen... Maar die zijn niet echt gedood, want ze waren al dood. Want ze deden niet mee met dat geweldige idee van ons. Ze waren toch al dood. Ja. Nou, dan pakken we de volgende. Nieuwe voorstellen van Franciscus. Dat is Franciscus de Eerste. Jorge Mario Bergoglio. En die Spanjolen die zeggen dan Jorge. Of zo, Jorge. 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 Mario Bergoglio. Ik zeg gewoon Jorge Mario Bergoglio. Ze heet hier, nou, ik heb bijna weer een vies woord gezegd. Ik hou helemaal niet van die man. Een smerige... Ik zei bijna smerig, zei ik. Hè? Het is een leugenaar. Ik ga dus voorlezen. Het bezoek vandaag aan de stad van Calvijn is de 23e internationale reis van deze paus. Het interesseert me eigenlijk helemaal niks. Ik ben in mijn leven 4 keer naar de Ardennen geweest. Is dat interessant voor jullie? Jawel, Perry, want wat heb je daar gedaan? Ja, daar kan ik wel 3 uur over kletsen. Dat was erg leuk. Wil mij de Ardennen kennen? Ik heb een vriend en die kent dan precies alle weggetjes... En die camping, oh, dat is totaal oké. Okay. Er lopen konijntjes in de rondte. Dat is heel leuk voor je kinderen. Wilde konijnen. Hè? Of ooit waren ze tam en die zijn losgebroken. Maar wat maakt het uit? Overal is er gras. Ja. En een liter sterke drank kost je 9 euro. Zo. Een beetje duur ten opzichte van Duitsland, maar... Achter tabak is weer veel goedkoper dan in Nederland. En zelfs wiet en hash kan je kopen in de Ardennen. Echt waar hoor, als je adresjes weet. Maar kom je vanuit Nederland, dan zou ik het van tevoren hier meenemen. Wat een moeilijke gedoe daar. Je hebt hier geweldige Marokkaanse en ook niet-Marokkaanse coffeeshops. En ik snap ook niet waarom dat een koffieshop heet, want iedereen drinkt daar thee. Zo stomt als een kanaal. Ach ja. De 23e internationale reis van deze paus. Zo, dat moet een geld gekost hebben, man. Het enige officiële tintje is de verwelkoming door de Zwitserse bondspresident Alain Berset op het vliegveld. Dat is ook zoiets. De paus die... Dat heeft hij ook geflikt in Amerika. Dat was met Obama volgens mij. Dat de paus die liet dan bellen van... gaan we even bellen met Obama tot ik eraan kom. En toen moest Obama, die moest 2 uur rijden naar het vliegveld. Met allemaal beveiligingsmensen. Dan moet er een rode loper uitgerold worden. En dan komt die paus zo de trap aflopen. En die gaat de grond kussen van in instantie. Het
gaat de paus op de grond kussen. En iedereen denkt, oh, maar dat is lief van de paus, dat hij de grond van Amerika kust. Ja. Ja, het symbool wat ze daarmee uitdrukken is dat die grond, dat land, dat hele continent, dat is van de paus. De paus zegt, ach, wat lekker, dit is Amerika. En de president, die komt naar mij toe. En hier heeft hij dat dus ook geflikt. Dus Alain Berset, die moest naar het vliegveld. Nee, je moet niet denken dat als je de Zwitserse bondspresident bent of de Amerikaanse, weet het, president, dat er dan een keer aangebeld wordt en dat je tegen je bediende zegt van ga eens even kijken wie er is. Oh, wie belt daar kinderen? Oh, wie belt daar kinderen? Oh, wie belt daar nu weer? En dan komt je bediende komt terug en zegt, nou, dat is Jorge Mario Bergoglio. Oh, zegt Obama, is dat die vent die erop toegezien heeft dat 105 van zijn eigen medewerkers onder zijn toezicht houdende neus gemarteld en gedood zijn? Nou, laat hem maar boven komen. Nee, meneer Obama, die gaat er naar het vliegveld toe. Die denkt, ja, die arme man die erop toegezien heeft dat 105 van zijn medewerkers gechopt zijn. Ja, daar ga ik wel bij op bezoek. Mooi gebruik, man. Daarna vertrekt de paus naar het hoofdkantoor van de Wereldraad van Kerken. 4 gesprekspartners wachten hem daarop. Natuurlijk de secretaris-generaal, de Noorse Lutheriaan Olaf Visketevet. Verder de Anglicaanse theologe Agnes Aubon uit Kenia. Die snap ik ook niet helemaal. Want Anglicaans, dat is toch Engeland? Maar dat zit tegenwoordig in Kenia met Agnes Aubon. Wauw. De metropoliet Gennadios uit Constantinopel. En de methodistische bisschop Mary Ann Swenson uit de Verenigde Staten. Een kwartet dat illustratief is voor het religieuze mozaïek van de Wereldraad. Ja, want in de Bijbel staat dat vrouwen in de Ecclesias 1 ding te doen hebben. Of 2 dingen eigenlijk. Het eerste ding is dat ze er keurig uitzien. Dus niet in je minirok met je stringslipje en een push-up bra en dan je haar net als Amy Winehouse. Nee, we zien er netjes uit. De eerste opdracht voor een vrouw. Hoef je tegen een man niet te zeggen, want een man die komt niet in zijn onderbroek naar de kerk. Zijn blote benen. Nou, en het tweede ding wat vrouwen moeten doen in de kerk, dat is stilhouden. Dat staat in de Bijbel. Ja, maar Perry, vrouwen willen ook wat te zeggen hebben. Ja, dat is best. En dat doe je dan maar lekker bij. Dan gaat die vrouw, die Agnes Aubon en die Mary Ann Swenson, die gaan maar lekker tegen die paus aanschurken. En die vragen aan die paus van ja, die nonnetjes, hè, die gepakt zijn door jouw organisatie, hè? En zijn die heelal geslacht of hebben ze eerst nog fijne seks gehad? Dat ze een beetje moesten schreeuwen, want dat hoort bij de fijne seks. Ik stel het niet scherp of zo, hè? Dit is de waarheid. En daarom moeten vrouwen hun mond houden. Misschien denkt die Agnes Aubon uit Kenia wel van ja, was ik maar een nonnetje geweest in de sloppenwijken van Santiago. Nee, dat is niet waar. Hè? Santiago is Brazilië. Maar Buenos Aires is toch Argentinië? Ja. Ja, ik vind het wel een beetje een spannend verhaal, hoor. En, dus dan word ik opgepakt en naar een kelder of zo.
Dan moet ik in mijn blote kont. En dan krijg ik lekker... het mag niet, van de Bijbel natuurlijk, maar het lijkt me wel lekker hoor. Want ik ben Agnes Auboom uit Kenia en ik stel me daar toch wel wat bij voor. Dat daar hele vredesbevorderende seks plaatsvond. En die vrouwen gingen dan dood, maar dat was vredesbevorderend. En dan gaat Mary Ann Swanson zeggen, ik heb hier ook een filmpje van. Smeerlappen. Die vrouwen echt... En die Noorse Lutheraan... Olaf Fiske te vet. Te vet? Was dat? Was dan een man, mag ik hopen. Die doet er ook niet moeilijk over, hoor. En hij is een metropoliet. Ja, dat heeft Christos gezegd. Wees een metropoliet. Het religieuze mozaïek van de Wereldraad. Ik heb maar geen religieus mozaïek nodig. Huh? Ik heb toen ik 12 was voor het eerst Bijbel gelezen. En daar ben ik sinds die tijd niet mee gestopt. Niet dat ik elke dag met mijn neus in de Bijbel zat. Heb ik daar een wereldraad voor nodig? Voor wat? Waarom? Ja, want Perry, in de Bijbel staan een aantal dingen en die moet je toch anders zien. Want Christus heeft gezegd, en trouwens Mozes ook, en Samuel ook, en Daniel ook. Kortom, de Bijbel staat er vol mee dat wij maar één hebben die de baas is. En die loopt niet onder ons. Die is alom. En dat is onze baas. Die noemen wij God. Ja, kijk, zegt de paus dan. Moet je luisteren. Kijk, iemand die de baas is, die moet wel een beetje geld krijgen van degene waarvan die de baas is. Want de mensen die het werk doen, die krijgen dus geld. Maar degene die de baas is, die werkt dus niet. Die zorgt voor de omstandigheden waarin mensen kunnen werken. Maar voor het zorgen van de omstandigheden waarin mensen kunnen werken, daar moet die wel voor betaald worden. Ja, niet voor mij dus, hè. Ja, maar Perry, in de Bijbel staan sommige teksten en die zijn te ingewikkeld voor het klootjesvolk. Dus wij gaan dat dan uitleggen. En dan doen we wel zo dat we een aantal dingen uit de Bijbel, die vinden wij niet zo belangrijk. Bijvoorbeeld repetitief bidden, dat doen we wel. Maar dan moet je niet zien dat we dan tegen de Bijbel ingaan, want in de Bijbel staat alleen maar, gij zult niet repetitief bidden. En het bidden en het enige wat wij doen, we doen het toch. En Mozes heeft gezegd, gij zult niet doden, maar wij hebben een nieuw begrip en dat is vredesbevorderend doden. En daarmee creëren wij leven. Dus je kan wel zeggen dat wij in Kroatië, dat wij daar 500.000 mensen minimaal hebben omgelegd, maar dat was vredesbevorderend. Gaan we kijken in Kroatië nu en daar is het pais en vree. Helemaal niet. Ga ik even voorlezen. Programma. Het gezelschap stapte daarna in de bus naar Bossey. Zo'n 30 kilometer buiten Genève, waarin het Ecumenisch Instituut het middaggedeelte wordt afgewerkt. Het middaggedeelte wordt afgewerkt. Oké, dus we hebben een ochtendgedeelte en een middaggedeelte. De decaan van het instituut is voor het eerst een Rooms-Katholiek. De Afrikaanse priester Lawrence Iwuamadi.
opmerkelijk, omdat, en dan komen er weer quotejes, snap ik niet. Rome, ja, noem het gewoon. Ja, opmerkelijk, omdat Babylon, noem het beestje bij zijn naamtje, geen lid is van de Wereldraad van Kerken. Na een ontmoeting met studenten van het instituut en een lunch zal de paus tijdens een discussieontmoeting met zijn gastheren. En dan komt er weer een enkele quote en dat moet een dubbele zijn. Hier komt een letterlijk citaat, want perschef Burke heeft gezegd: de belangrijkste reden van dit bezoek houden. Dat duidt op nieuws. Gaat de paus concrete voorstellen doen over praktische voortgangsgesprekken? Stelt hij in het vooruitzicht dat de Rooms-Katholieke Kerk gaat toetreden tot de Wereldraad van Kerken, is dat? Bijvoorbeeld als toehorend lid voor zover dat statutair mogelijk is. Voel je hem? Dus de paus, die organisatie, dat wordt een toehorend lid. Want ze zijn niet eens lid van de Wereldraad van Kerken. Nee, wat denk je wel, niet linker. Je pakt Matthäus 6 erbij en je zegt boe, 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 ba, ba, ba. Mondje wassen met zeep. Huh? Gewoon een stuk zeep erin. En doorkouwen, Jorge Mario Bergoglio. En niet meer liegen. En dat goed begrepen. Kijk, het is niet dat die paus ruzie krijgt met mij, want ik ben geen partij voor hem. Die paus heeft de hele meuk in handen, man. Het probleem is, hij kent mij niet. Hij weet niet wie ik ben. Dus even bij deze, meneer Jorge Mario Bergoglio, ik kan geen Spaans, maar Rodenburgstraat, 3-3, 6811, Hendrik Maria. En pak je Google Translator maar bij en dan weet je waar ik zit. Nou, stuur een paar mannen maar af. Ik ben geen partij voor jou. Maar jij krijgt ruzie met God, jongen. Ja, maar Peria, wie ben je nou? Je bent dan heel goed in beta. Wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en dat soort dingen. En toen heb je daarna ook nog bij de katholieke universiteit heb jij gestudeerd. En in je vrije tijd heb jij Nietzsche gelezen en Schopenhauer en Martin Heidegger. En al die tijd wist je al van de Bijbel. Dus wat is jouw recht van spreken eigenlijk? Hij gaat eraan geloven. En by the way, dat de paus, dat hij dan gaat toetreden als toehorend lid. Dat is precies hetzelfde als wat de paus gedaan heeft met de Verenigde Naties. Want heb jij ooit bij de Verenigde Naties een voorstel in horen dienen dat die organisatie die 500 miljoen mensen in Kroatië minimale heeft laten vermoorden, verkrachten, gewoon zwangere vrouwen de buik open snijden? En dan nog even seks hebben na afloop, want het is dan wel, het is net alsof ze ongesteld is, alleen ze bloedt vanuit de bovenkant. Maar dan kan je wel je Pimolino erin doen, ben jij maf. En dat mag allemaal van de paus, want dat hebben ze gedaan. En dat die paus gaat zeggen, oké, sorry, nou wat gaan we afrekenen? Nou, ik dacht 1 miljoen per dooien. Dus dat is er 500.000 keer 1 miljoen. Nou, 1000 keer 1 miljoen, dat is 1 miljard volgens mij. En dat nog een keer 500. Dus 500 miljard. Dan kom maar op met die poen. Nu. Gewoon nu direct. Ja, maar kunnen we niet een afbetalingsregeling regelen? Ja, dat kan. Dat kan, ja. Maar dan gaat er wel 10% per jaar bovenop. Ja. Even een spreadsheetje maken. Je moet 500 miljard op gaan hoesten. Nou, spreken we af 1 miljard per maand. En dat voor 500 maanden lang. Dus dat is 6 jaar. Dus dan krijg je al gauw toch met die incrementele rente erbovenop. Want rente op rente, dat is de uitvinding van de paus. Dus dan gaat hij zelf ook maar betalen. Dus dan schieten we naar 800 miljard. Ja? Heeft hij wel 500, zoveel jaar de tijd, 6 jaar de tijd. Maar dan praten we over 800 miljard. Ja, maar aan wie moeten we dat geld dan geven?
aan de nabestaanden natuurlijk. Neefjes, nichtjes, achterkleinnichtjes, kleinkinderen, zeg het maar. Iedereen die die meuk overleefd heeft. En die niet door de paus is vermoord, ja. Die doet netjes zijn hand omhoog, net als de eerste beste bedelaar hier bij de Albert Heijn. Ja, dan krijgen die Kroatiërs, die krijgen dan ja, 500 miljard euro. En dan blijft er 300 euro over aan die renteopbrengsten. Ja. En dan gaat het erom welke organisatie heeft die poen binnengebracht. Nou, die mag die 300 miljard hebben. Waarom niet? Al dat geld terug naar ons. Maar wat doet die paus met al dat geld? Bommen laten gooien. En nou is de paus weer bezig in Noord-Korea. En in Syrië is die lekker bezig. Dat is mooi afgelopen. Ik zou het mooi vinden hoor. Ik zorg ervoor dat die Kroatiërs, die krijgen dus 500 miljard euro. Dan moet je kijken wat het land ermee gaat doen. Dat komt helemaal tot leven. En wij de rest. En dan gaan we zo bezeiken over de Vietnamoorlog. Ja. En de Tweede Wereldoorlog met Adolf Hitler, die ben ik ook nog niet vergeten. Want dan gaan we betalen, jongen. De Tweede Wereldoorlog hebben 60 miljoen doden. Ah. Nou, dat keer 100, laat zeggen een miljoen. Ah. Dat is een miljoen keer een miljoen. Dat is een biljoen. En dat keer 60. Dus 60 biljoen. Dat komt er vervolgens aan. Ja, maar Jorge Mario Bergoglio, die is alles alweer vergeten. En hij vindt ook dat vergeving, dat hoort erbij. Ja. Bij de VN is Vaticaanstad een toezichthoudend lid. Dat is de letterlijke term. En hier staat toehorend lid. Hey, de VN die kan niks doen tegen de paus. Dat is ondenkbaar. Dat is de antichrist. Die je hier ziet. Waar je nu een indruk van krijgt. Ik lees weer even voor. We zijn erbij. Oh, we zijn bijna klaar, gelukkig maar. Begeleiders van Paus Franciscus, dat is Paus Franciscus de eerste. Zijn naam is Jorge Mario Bergoglio. En hij zat in Argentinië tijdens de Vuile Oorlog. En hij deed alsof zijn neus bloedde. En heeft onder tafel stiekem, geheim, whatever, opdracht gegeven of laten geven tot het vermoorden van 105 van zijn eigen medewerkers, priesters, nonnen. Begeleiders van deze massamoordenaar zijn onder andere kardinaal Kurt Koch, of Koch moet je zeggen op zijn Amerikaans, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen en de commandant van de Zwitserse Garde. Oh ja, en de commandant van de Zwitserse Garde, Christoph Graaf. Twee ex-leden van zijn garde zijn betrokken bij de logistieke voorbereidingen van deze paustrip. Dat staat hier echt. Dat is een of andere man die wil ergens naartoe. En dan moeten er drie mensen logistieke voorbereidingen gaan plegen. Voor wat? Kijk, als je tegen mij zegt van, kijk, er is eventjes een overlegje in Zwitserland. En dan moet je naar Lund en daarna moet je daar naartoe. En denk, nou, en? Een treinkaartje of zo? En haal me even op met een taxi, maar dat kan ik zelf ook wel regelen. Ik koop een retourtje, wat is het? Lund?
Nou, een tas bij je met een schone broek. Scheermesjes. En dan moeten twee mensen, die moeten het allemaal... Oh, paus, heb je wel om gedacht dat je een stukje zeep hebt meegenomen? Dan zegt die paus, nee, ik heb geen zeep bij me. Oh, maar dan gaan we nu bellen met het hotel om te vragen of daar wel een stukje zeep ligt. Ja, doe maar, jongen. Ja, wat maakt mij dat aan? Gaat allemaal nergens over. In de late namiddag viert de paus in het Palexpo van Genève de Eucharistie. Buiten het gebouw worden enkele reusachtige tv-schermen geplaatst voor het geval er meer gelovigen komen dan de 40.000 die in het gebouw zelf een plaats kunnen krijgen. De paus spreekt in het Italiaans, de lezingen zijn in het Engels en Duits en de mis zelf wordt opgedragen in het Frans. Als een klein eerbetoon aan de Franse bisschoppen die het bezoek van de paus meemaken. Er is geen enkele vorm van contact voorzien met de orthodox-katholieke broederschap van Pio de Tiende. Deze Lefebvriani, vernoemd naar hun stichter bisschop Lefebvre, hebben in het Zwitserse Econe hun hoofdzetel. Oh, 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 hoe komen we van deze mensen af? Je kan zo'n Frans Wijnhans wel ontvoeren en opsluiten in een kelder, à la Marc Dutroux. En dan een cameraatje erbij. En die man even gaan ondervragen over wat de vooruitgang is in de terugbetaling, in die Wiedergutmachung. Want we zijn de Bartholomeusnacht ook nog niet vergeten. En de Eerste Wereldoorlog ook niet. Dat we Frans Wijnands vragen, ja, schrijf het even op. Ja, maak een afbetalingsvoorstel. En dat wordt nogal wat veel. Dat gaat lopen in de biljoenen. Wat ze in Amerika noemen de trillions. Dus 1.000 miljard. En dan 60, 100. Laten we uitgaan van 1.000 miljard... En dan 10 miljard wereldbewoners. Er zijn er niet eens zoveel. Er zijn er 7 miljard. Maar laten we uitgaan van 10 miljard. En dan hebben we dus 10 biljoen. Het lijkt mij 1000 euro per mens. Inclusief kinderen, bejaarden. Alleenstaande moeders. En heb jij een gezin met 3 kinderen en een vrouw, dan krijg je dus 5 keer dat, dan heb je 5.000. En niet alleen jij, maar je buurman ook. Man, dan krijg je een geld, jongen. En laten ze maar komen. Over de brug. En als dat geld niet komt, dan laten we Frans Wijnands niet vrij. En wel elke week, elke dag een YouTube-je. Hè. En dan zal je zien, die organisatie van Jorge Mario Bergoglio, ja, die laat die Frans Wijnands gewoon verrekken. Want ze kunnen hem niet vinden. Nee, vind je het gek? Hè? Maar die paus heeft ervoor gezien dat Netflix al die rotzooi erop zet. En hij zal hi-hi-hi-hi-hi. Lekker veel homo's en atheïsten. Als ze maar bij mij iedere zondag komen en dat ik de erfenis krijg. Want daar zijn ze goed in, hè, die pausen, jongens. Om die oudjes even... Die familie heeft helemaal niks. Nee, al die poen gaat naar de kerk. Ja, want we gaan ook nog oorlog voeren tegen Japan, hoor. En Japan, dat weet je wel, dat is niet zo makkelijk. Nee,
Wat denk je dat die atoombom heeft gekost op Nagasaki? Hebben we wel een patiënt ervoor nodig. En zoals je weet, wij zijn van de katholieke kerk. En ja, de wetten van Mozes, dat vinden wij best aardig. Maar dan doen we het liefst dat die gedrukt worden op een zacht papier, vezelig. Ook een beetje ruw. Het lijkt op toiletpapier, maar dan mooier. En daar doen wij de wetten van Mozes op. En als dan iemand denkt van, oh, ik moet... dan is onze onderkant helemaal vies. En dan pakken wij de wetten van Mozes en dan vegen wij onze kont mee af. Want wij zien dat luchtiger dan jij, Perry. Want jij doet zo moeilijk over, dan zeg je dan, 500.000 dode Kroatiërs. Wij zien dat luchtiger. Dat was vredesbevorderend moorden. En dat staat toch niet in de wetten van Mozes, dat dat niet mag? Hij heeft toch ook de Medanieten afgeslacht? Later afslachten? Nou, zo hebben wij dan die 500.000 Kroaten gechopt. Dus wat is het probleem, Perry? Het probleem is, je mag niet doden. Dat mag niet van God. Dat verhaal met die Medanieten, dat zat iets anders in elkaar. Want die waren onzedig. Het waren sodomieten. En dat was toen, dat was de tijd van Mozes. En als je jezelf een christen noemt, Christus heeft gezegd, ik ben er niet om het oude convenant te weerleggen. Ik ben er om het te vervullen. En deze smerige marketing, jongens. Dat was echt wel terecht dat ik smerig zei, hoor. Kijk, een wereldraad van kerken, dat klopt niet. Dat kan niet. Het is jammer, maar helaas. Een kerk, dat is iets en dat maak jezelf. En dat begint met dat jij geïnteresseerd bent in de inhoud, in het begrip van de Bijbel. Online of uitgeprint, of maakt niet uit. Je kan ook gaan luisteren naar Richard Bennett of Walter Veit of Jurk Liesman of Brett Norman. En wie ben ik vergeten? Walt Stickel. Een beetje boos, maar... Chris Pinto heb ik laatst bekeken. Ik vergeet er één. Ik ben er eentje vergeten. Die erg goed is. Wie was dat ook alweer? Oh, Tom Fraz. Natuurlijk. Hoe kan ik die vergeten? En die praten in het Engels. Je hebt ook een broeder Nico. En die doet... bij First Amendment Radio. Waar... Oh, Eric John Phelps. Waar Eric John Phelps ook zit. Zit broeder Nico. En die doet in het Pools en in het Duits en in het Nederlands. Krijg je fijn Bijbel lezen. Ik ga afsluiten. Ik heb gestudeerd bij de katholieken. En daar heb ik mij moeten bezighouden. En dat vond ik prima, hoor. Moeten bezighouden met het begrip waarheid. Wat is waarheid? Wanneer ben je aan het liegen? En wanneer niet? Want als je niet liegt, heb je de waarheid. Als je liegt, heb je niet de waarheid. Hè? Dat staat in de wetten van Mozes. Waar de katholieken, die vegen daar hun billetjes mee af. Maakt het hun wat uit. Als ze maar poen verdienen om het kwaad te bestrijden. Onderwijl doen die priesters vieze dingen met kleine kinderen. Maar ja, dat is alleen maar zondig, hoor. Moet je vergeven. Ja.
Dus je kind heb je aangeleverd als misdienaar en het komt thuis met een opgerekte anus. Als je tegen je kind zegt, ben jij flatuleus geworden? Dat hij zegt, nee, de priester heeft zijn penis in mijn anus gestopt en ik heb een beetje moeite om die kringspieren weer helemaal bij elkaar te krijgen. Dus ja, het ruikt een beetje vreemd, mama. Maar het is de Holy Father. Hij werkt voor de Holy Father. Ja, maar kindje, in de Bijbel staat toch dat je niemand je vader mag noemen? Ja, mama, maar met een priester is dat anders, want hij zei nog tegen mij, dit is het woord van God. En toen deed het wel een klein beetje pijn. In mijn bibs. Ja. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. Dit was echt een mooie felle. En ik wil graag dat Jurk Wiesman, want die leverde mij dit artikel, dat hij er ook op reageert. Dus dan heb je het twee keer. En misschien dat met Jurk dat we er een multilinguele uitzending van gaan maken. Iets heel grappigs. Wat Duitsers ook kunnen begrijpen. En Belgen natuurlijk. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. Und aufs Hamburgs, sag ich. En Hamburg is ook te grazen genomen door de paus. Daar gaan we ook nog over afrekenen. Hè? De paus heeft Hamburg helemaal... Ja, wat denk je dat het kost? Hè? Die homo economicus, die dacht van, nou, ik ga heel economisch doen. Ik laat allemaal bommen gooien op Hamburg. En dat kost een paar centen voor die bommen. Maar dan heb ik Hamburg. Nee, je hebt de rekening voor Hamburg. En elk gebouw ga je betalen. En elke bejaarde. 1 miljoen euro. Plus die gebouwen. Plus al die infrastructuur die je kapot hebt gemaakt. Poen. Ja, maar Hamburg is al lang weer opgebouwd. Ja, op onze eigen kosten. En wat heeft dat gekost? Het wederopbouwen van Hamburg. Om dan maar te zwijgen over Dresden. Kom op met die poen. En daarom zag ik immer als Hamburgs. Tjus. En dag lieverds.